Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren. Een nieuw project dit keer. Een tijdje terug kreeg ik van een kennis van mij een koker. Ook kennis van mij, kennis van ons eigenlijk. Een koker met daarin een foto van onze kleinkinderen. En dat is heel erg lief dat ik die foto krijg. Of dat we die foto krijgen. Het enige nadeel ervan is dat als die foto in deze toestand blijft, ja, dan weet ik niet wat ik daarmee doe. En dan op enig moment komt die foto ergens weer uit een kast rollenbollen. Maar ja, die foto zal er niet beter op zijn geworden. Mijn plan dus, na rijpe overweging, want uiteindelijk ja, als je er niks mee doet, doe je er ook niks mee, was eigenlijk om een houten plaat te nemen. Ik heb standaard houten platen A4 formaat, dat is ongeveer 30 bij 20. Die in te sproeien met lijm. Daarop de foto aan te brengen. Ik ben niet goed in dat soort dingen, dat zeg ik gelijk. Dus ik hoop dat die er vlak op gaat zitten. Dat is een hele belangrijke natuurlijk, dat is duidelijk. En als die foto er eenmaal goed op zit, om te kijken of ik daar een puzzel uit laseren kan. Een puzzel laseren is niet zo'n heel groot probleem. Dat is niet het grote probleem. Het probleem is alleen dat die, dat die natuurlijk niet die foto kapot maakt. En die laser die is heet. Ik wil het dus gaan proberen door hem op de kop te laseren. Dus zeg maar het hout vanaf deze kant, zeg maar, als het ware. En dan de foto aan deze kant. Kijken of dat lukt. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat zal moeten blijken. Maar ja, wie niet probeert, wie niet wint. Ik zal er wel iets onder moeten leggen, want ik weet dat dit hout, zeg maar, dat is verlijmd. En die lijm die gaat er straks aan de onderkant uitkomen. Let maar op. Dus ik moet daar een methode voor bedenken. Waarop dat op de goede manier gebeurt. Dat is het plan. Het plan is dus foto hierop plakken. Goed laten drogen. Ontwerp maken voor de puzzel, waar ik zeg maar ja, net het buitenrandje dan zeg maar weg gaat vallen, want anders zit je met het probleem dat het precies echt 100% exact uitgemeten moet zijn. Nou, dat is vrij lastig op een laser, tenminste zeker op een diode laser. En hem dan uit gaan snijden en kijken of we dan een puzzel hebben van mijn kleinkinderen. Mocht de foto erbij aan gort gaan, ja, dan is het jammer. Maar nogmaals, op de manier zoals die nu is, doen we er waarschijnlijk ook niet zo heel veel mee. Dus dit is misschien nog het beste plan. We gaan beginnen. Ik ga de foto met lijmspray op dat hout aanbrengen. Zo, ik kan natuurlijk heel enthousiast gaan beginnen met die lijmspray. Maar we zien al gelijk dat die foto groter is dan de plaat. Dat zal ik even laten zien. De plaat erbij pakken. Leg hem even op de foto. En je ziet dat ik moet gaan aftekenen van wat moet er nu wel op die foto en wat niet. Broertje en zusje samen. Ik vermoed zoiets. Even kijken, als ik daaronder kijk. Ja, dit is belangrijker dan al het andere. Dus ik moet zeg maar, ja, ongeveer dit krijgen. Dit zal ik op de achterzijde moeten gaan aftekenen. Ik doe het nu even met een potloodje. En dan op de achterzijde gaan aftekenen hoe je dit precies gaat doen. Het belangrijkste daarbij is eigenlijk dit hier, deze kant. Kijk, als ik één punt heb, kan ik die houten plaat er overheen leggen. Even kijken of ik dat goed gedaan heb. Ik denk het wel. Even de houten plaat er weer bij. Kijk, nu kan ik hem op de achterzijde gaan aftekenen. Zo. Dus ik krijg hier een hoek. Dat is voor nu nog niet belangrijk, maar wel straks als ik hem erop wil gaan plakken, dan is het zaak dat hier die houten plaat komt te liggen in dat stuk wat ik nu afteken. Zo. Misschien niet helemaal goed te zien, maar goed genoeg om die houten plaat zo meteen te kunnen leggen. Want we zien hier die lijn lopen en daar moet die houten plaat overheen. Het is dus nu een kwestie van lijm op de houten plaat aanbrengen en dan de houten plaat hierop aanbrengen. Ik ben zo bij je terug. Zo, tijd voor de lijmspray. Weer je lijmspray schudden. En dan voorzichtig aanbrengen, maar wel over de hele plaat, want hij moet helemaal plakken. Oké. Dat nu moet op de foto. Nu zitten we natuurlijk even met een probleem. Want dit is ook ingeplakt nu. Dus ik leg hem even aan de zijkant. Deze plaat. Een moment. Deze plaat eraf. Foto neerleggen. En dan komt deze houten plaat eroverheen. Die helaas ook nog niet helemaal. Maar inmiddels heb ik de houten plaat erop geplakt. Ik moet hem nog omdraaien om te kijken hoe die eruit komt. Maar ik ga eerst even de lijmresten verwijderen, zodat ik zeg maar de foto niet verniel. Ik ben zo bij je terug. Hier zien we de houten plaat op de achterzijde van de foto verlijmd. Goed laten drogen. Je kan er eventueel iets opleggen, zodat die plat gedrukt wordt. Nu moet ik met een Stanley mes de rest van de foto eraf gaan snijden. Dat ga ik even off camera doen, maar je zult het begrijpen. Ik pak eerst een schaar, pak ik ruwweg, knip ik het grootste gedeelte eromheen. Dan pak ik een scherp Stanley mes, leg er natuurlijk wel even goed iets onder. En ga dan het restant van de foto afsnijden, zodat we eigenlijk alleen nog maar de plaat hout over hebben met de foto erop. Ik ga je zo meteen het resultaat laten zien daarvan. Zo, hij is uitgesneden, geplakt op het hout. Ik heb ook nog even een video bekeken van iemand anders die dit deed. Die gebruikt wel een CO2-laser. Maar ik denk toch dat ik het ook zo ga doen zoals hij dat deed. Ik ga de bovenzijde met doorzichtige lak inspuiten. Zodat er een beetje een beschermlaag is. Vervolgens ga ik de puzzel maken. En dat gaan we doen op de computer. Dat ga ik je laten zien. Maar die maak ik iets kleiner dan dat de foto hier is. Zodat we eigenlijk ook nog een soort van randje hebben waarin we de puzzel kunnen leggen. Dat is best wel handig. Dan plakken we op de achterzijde nog zo'n houten plaat. En dan hebben we eigenlijk een soort van houder waar de foto in past. Nu eerst ga ik hem inspuiten met blanke lak. Dit is eigenlijk alleen om een beschermlaag aan te brengen. Zodat die bovenzijde niet zo heel gemakkelijk gaat branden straks. Dus ik ben er ook vrij genereus mee, zoals je ziet. Oké, nu ga ik hem verder laten drogen. En dan gaan we er morgen mee verder. Zo, ik heb mijn plaat hout uitgemeten. En die is 29,7 mm, eigenlijk dichter bij de 30 mm. Dus laten we maar zeggen 30. 30 mm, hoe kom ik 30 mm? 30 centimeter natuurlijk. 30 centimeter, dus 300 mm bij 205, oftewel 20 centimeter en een halve centimeter. Nou wil ik een randje eromheen hebben, zodat ik de puzzelstukjes binnen dat randje kan plaatsen als we de puzzel bouwen. Waarom is dat nou zo interessant? Misschien wel eens begrepen in een van mijn video's dat ik het heb gehad over het begrip kerf, specifiek zelfs daarover heb gehad. Laser is net als zagen. Jouw laser lasert een gedeelte van het hout weg. Dat wil zeggen, als je veel puzzelstukjes hebt, dus veel lijnen die weggelazerd worden, dan komen jouw puzzelstukjes los te zitten. Dat kan je voorkomen door weinig puzzelstukjes te maken, maar ja, dat is misschien niet leuk voor de puzzel. Je kunt ook die kerf wat compenseren, maar dat is wel vrij lastig in dit geval, omdat die zowel naar links als naar rechts gaat. Maar je kan het natuurlijk oplossen door simpelweg een kader om je puzzel heen te maken. En dat is wat ik ga doen. Dus wat ik ga doen, ik ga een 7 mm rand eromheen laten zitten, waarin ik de puzzel dan kan leggen. Er zijn heel erg veel websites waar je puzzels kunt maken voor een lezer. En de website die we hier hebben, ja, ik ga de link kopiëren, onder de video plaatsen. Hij is extreem lang, zoals je bovenin kunt zien. Maar het is wel een hele fijne website om mee te werken. Het eerste wat we hierboven hebben is het woord seed. Dat wil zeggen allerlei verschillende manieren hoe die puzzel eruit kan zien. Als ik nou heel erg hoog ga, naar 7600, dan ziet die puzzel er zo uit. Vind ik trouwens ook wel prima. Ik vind het prima, dit is goed voor mij, geen probleem. Maar zou je dus veel puzzels maken en ze zouden dan dreigen allemaal hetzelfde uit te zien, kan je dat dus oplossen door gewoon een andere seed te kiezen. Ja. Dan de tab size, dat is de maat van die rondjes hier. Ik ga dat even laten zien. Als ik die extreem verhoog, hij staat nu op 22%, dan zie je dat de uitstulpingjes groter worden. Zie je dat? En omlaag hetzelfde laken en een pak. Ja. Dus je kunt het helemaal tunen zoals jij het wil. Ik zet hem op 22%. Ik weet niet, ik denk dat ik het ook al intikken. Dat zal best lukken, denk ik. 22%. Ook goed. Ja, geen probleem. De jitter. De jitter heeft te maken met in hoeverre die stukjes er een beetje wonky uitzien. Een beetje raar uitzien. Zie je dat? Hij staat standaard op 4%. Dat vind ik op zich een prima setting. Maar je kan dat dus allemaal aanpassen naar je eigen behoeften. Dan hoeveel puzzelstukjes wil hebben. 15×10 staat hij nu. Ik heb hier alvast mijn waardes ingesteld. 293×195 mm. Herinner je? Het was 30 centimeter. Dus 300 mm. Dus -7 voor dat randje. 293. Het was 20,5. Ja, het is dan iets groter geworden. 195 voor de zekerheid. Oké. Okay. En dan heb ik dus het randje eromheen. En dan ziet die puzzel er zo uit. Ja. En wat ik nou kan doen is simpelweg het SVG-bestand downloaden. En dat is wat ik ga doen. En een SVG-bestand, dat kan ik inlezen in Lightburn. Goed, dan zijn we nu in Lightburn aangeland. En wat we in Lightburn gaan doen, is eigenlijk simpelweg die SVG importeren. Dus ik ga hier naar boven, naar de knop importeren. Dat is de 4e van links. Ik zoek dat SVG-bestand op. Jigsaw. En voilà, daar is die. Hij staat toevallig ook keurig in het midden, 200×200. En je ziet de maten 293, 195 zoals we hem ingesteld hadden. Wat ik even ga doen, ik ga bij diezelfde maat ga ik er even een rechthoek omheen trekken. Als toolpad, zodat we straks als we kaderen precies zeker weten dat het ook de juiste... de juiste grootte heeft, zeg maar. Dus ik maak een rechthoek. En die rechthoek zet ik op de T1-laag. De T1-laag is namelijk een van de 2 toolpadlagen. Even kijken, de grootte is te groot. Want die andere die was, even nog een keer aanklikken, die zwarte. Even de pijl. Dan de zwarte even aanklikken, die was 293, 195. De rode is 296, 197,5. Dus moeten we even veranderen. 293. Bij 195. Zo. En ik centreer hem. En dan moet hij er precies omheen staan. Centreren kan je doen door hier rechtsboven. Dat heeft wel te maken met venstertjes die je aan hebt staan. Laat dat even duidelijk zijn. Je kan natuurlijk hier zeggen de maat van jouw bed. Hè? Dus 200×200. Maar je kan dan ook hierboven op deze hier klikken. En dan staat hij... zoals je hierboven ziet op 200×200. En dat is een toolpad. Dat is alleen puur voor het kadreren. Zodat hij laat zien waar hij gaat lezen. Dat ik ook weet dat ik zeg maar die buitenrand behoud. Want er zit dus een kleine buitenrand omheen. Ik doe vervolgens die lijn. Want dat is natuurlijk de belangrijkste. Dat is zacht hout. En zacht hout heb ik in meerdere soorten. Ik heb hier die 3,6 mm. En daarvan zet ik de waardes in dat bestand, maar ik hou daar niet mee op. Dus ik assign hem Met andere woorden, dan is die 300 bij 85, maar ik hou daar niet mee op. Dus ik klik hem even dubbel. Waarom? Die foto is erbij gekomen. Dus om te beginnen geef ik hem 5% meer. Dus hij gaat met 90% worden gelaserd. Dat is één ding. En ik ga er 2 keer overheen. Vorige keer heb ik wat doosjes gemaakt. Daarbij ging ik er 1 keer overheen. Dat ging een stuk sneller. Tuurlijk. Alleen ik wil nu zeker zijn dat hij die puzzel op de juiste manier uitsnijdt. Dus ik ga er 2 keer overheen, zodat ik zeker weet dat hij er doorheen gaat. Dat is extreem belangrijk in dit geval. We moeten wel proberen die foto te waarborgen. Ik hoop dat dat lukt. Maar met deze settings, dit ga ik opslaan. Met deze settings ga ik uiteindelijk proberen hier een puzzel van te maken. Zo, de laser is er klaar voor. Zorg dat je goed kadert. En dat je dus kunt zien dat die ruimte aan alle kanten over heeft. Dat heb ik gedaan. Het heeft niet zo heel veel zin om dat op de video te laten zien. Bij een eerdere video heb ik gemerkt dat je nauwelijks het blauwe puntje te zien krijgt. En dat zou je eigenlijk wel moeten zien. Ik heb dus gekeken of die er goed op ligt. Ik ga nu de laseropdracht starten. Op zich is het alleen al een rustgevend gevoel als je dit ziet. Ja, we zien wat platte randjes. Diode laser is minder snel dan een CO2. Hoe sneller je laser is, hoe minder je van die zwarte randjes krijgt. Maar vooralsnog ziet het er goed uit. Ik weet alleen niet hoe het eindresultaat gaat zijn, maar dat gaan we natuurlijk zien. En zo ziet het laser eruit. Het volgende wat we even moeten gaan doen, is het lijmen van de buitenrand op de nieuwe houten plaat, zodat we daarin de puzzel kunnen leggen. Die buitenrand ben ik voorzichtig mee geweest. En ik ga hem nu voorzien van drupjes met houtlijm. Je hoort, ze moeten me hebben. Maar daar maken we ons even niet zo druk van. Even een rondje maken met de houtlijm. Eventuele resten kunnen weggeschuurd worden. Maar meestal droogt houtlijm ook vrijwel zichteloos, onzichtbaar op. Dus ik moet goed zeggen, onzichtbaar. Nou, daar gaat hij. Deze moet natuurlijk precies op de plaat, want die heeft dezelfde maat. Voilà. En dit gaat straks de plek zijn waar de puzzel ingelegd gaat worden. Oké, dit laten we drogen en dan gaan we de puzzel daarin leggen. De laatste stap die ik ga doen voordat ik hem uit elkaar ga halen en ga zorgen dat hij in zijn frame past, is ik ga de achterzijde voorzien van een witte primer coating. Want al die brandvlekken zien er natuurlijk niet zo mooi uit. Filmen lukt even niet, want ik heb maar 1 handje vrij. En die heb ik voor die spuitbus nodig, dus ik laat het zo meteen zien als die klaar is. Het eindresultaat moet natuurlijk drogen, maar ziet er dan straks zo uit. We laten dit nu drogen en als dit droog is gaan we kijken dat we het in zijn frame kunnen gaan doen. Tot zo. Ja. En nu rest ons het in elkaar zetten van de puzzel. En je ziet, daar ben ik al ruim mee bezig. Op zich is het heel goed gelukt. Het enige wat jammer is, zijn de zwarte randen. Ten eerste krijg je daar vieze vingers van. En ten tweede vertroebelt het iets wat de puzzel. Maar het werkt absoluut. Nu nog alleen een methode bedenken, waardoor je niet zo enorm veel zwarte randen op die puzzel krijgt. Dat zou nog mooi zijn. Zo, en dan tot slot is de puzzel nu klaar. Hij is te maken, hij is best lastig, maar dat heeft natuurlijk te maken met de foto. Ik denk een geslaagd project, ondanks dat ik liever gezien had dat die randen niet zo zwart waren geweest. De foto zelf is niet verbrand. En het is een aardig mooie puzzel geworden. Ik hoop toch dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Misschien wel in Capelle. Denk je ook nog even aan mijn crowdfunding actie? Daar.